Week dan toch nog tweede, hè, na een stevige strijd. Ja, inderdaad. Ik kreeg eigenlijk heel lang achter de feiten aan. En kreeg dan twee toeren aan het einde toch de aansluiting. En dan kregen we ineens ook Michael nog in het zicht. Het zag er dan eerst nog even uit. Voor die derde plek, daar was ik nog wel kort bij op zich, heel de wedstrijd. Maar het duurde gewoon eigenlijk te lang dat ik er kon bijkomen en een keer kon op adem komen. Dus ja, dan was het er gewoon op het einde blijven rijden en iedereen blijven afmatten. Het is een beetje je procedé van de laatste weken, mogen we zeggen, om het in het slot het verschil te maken? Ja, je moet ook gewoon de benen hebben op het einde. Ik denk dat iedereen het voelt het seizoen, maar ik was niet slecht vandaag, maar mijn start was maar rond een 10 of zo en dan vallen er direct gaten. En het gaat hier overal zo snel dat het moeilijk is om die laatste seconden altijd dicht te rijden, omdat je altijd terug op de rek zit. En ik was blij dat het op het einde even direct terug dicht ging en dat ik een paar plaatsen kon winnen. Je staat op het podium met iemand die zijn 30e zege van het seizoen viert. Ja, inderdaad. Het is redelijk indrukwekkend en ongezien, denk ik, bijna de laatste jaren. Dus het is alleen maar chapeau van Mathieu, denk ik. Hoe zit het eigenlijk voor volgend seizoen met jou? Want jij gaat naar een andere ploeg. Ja, mijn contract loopt nog tot eind van het jaar. Dus daarna zal ik waarschijnlijk wel verhuizen, ja. Waarschijnlijk wel, dat is nog niet zeker. Ja, jawel, dat zal wel een van de weken wat meer duidelijkheid rondkomen, denk ik. En dan zullen we dat wel laten weten. Dankjewel, Laurens. Laurens Week.